Ja, ook een hele, even een memorabel moment, want ja, de eerste wagen komt er dus aan, maar dit is ook een hele memorabele toestand, want ik weet nog, ik stond vorig jaar op deze plek en toen stond hier tegenover mij Hans Platje en we hadden afgesproken, ik stond met een nep microfoon, hij met een echte microfoon, dat we dit jaar dus een duo presentatie zouden doen op deze plek. Ja, helaas, Hans is niet meer onder ons en ja, ik vind het wel lastig even, maar ondertussen komt de muziek eraan. Hans, ik wil één ding zeggen. Bedankt, kerel. Ja, en is... ja, loopt die al? Ach, dat ben je snel, man, vandaag. Tjongejonge, en dat in afwachting van de 48e Sassendonkse carnavalsoptocht. Ongelooflijk. En vandaag is ook een thema, hè? Klepm en sleppen. Zeg, Gert, wat betekent dat eigenlijk? Ja, kleppen, dat doe je nou. Dat is praten dus. Door de straat, ik weet het niet. Met je dronken reed door de straat. Weet u wat slap en klep is? Nee, maar ik hoor het net. Enig idee wat slap is dan? Ja, een beetje slapen en drinken. Ja, klep, dat lijkt me toch echt wel praten, hè? Klep is praten, ja. Maar slap? Ja, in ieder geval, we komen er wel achter, want we hebben nog een paar uurtjes te gaan. Want de optocht is in aantocht. Oh, ik kan niet wachten. En natuurlijk de eileuvers die gaan het spits afbijten. Ja. Maar bent u een Zwollenaar? Nee, nee. Waar komt u vandaan? Dronten. Dronten? Dronten, ja. Daar heb je helemaal geen carnaval? Helemaal niks, nee. Maar wel leuke mensen? Ja, ja, dat zie je. En knappe kerels? Nou, die komen naar Zwolle? Ja, die komen naar Zwolle. Nou, er is toch niks mis mee, hoor wel. We komen hier lekker feest vieren. En blijven het hele weekend in Zwolle? Ja, morgen ook nog. En dan vind ik het wel goed. Ben je toevallig gisteravond op de stad in geweest? Nee, nee, nee. Dat niet, nee. Dus dat heb je niet meegemaakt? Nee, dat heb ik niet meegemaakt, helaas. Zijn er zat die dat wel meegemaakt hebben. En misschien komen we vandaag nog wel een tegen die het ook echt heeft meegemaakt van gisteravond. Maar je hebt genoeg bier bij je? Of zit het in het karretje trouwens? Ja, het zit in het karretje. Heb je goed merk? Ja, Heineken. Ja, ja. Oké, het is bier. Ja, het is bier. We gaan genieten, of niet soms? Ja, we gaan helemaal genieten, ja. Alaaf. Ja, ik mag jou zelf wel even vragen stellen, hè? Ja, ik mag je even vragen stellen. Wat zie jij er mooi uit? Dankjewel. Prachtig, wie bent u? Ik ben Tony van Dam. Tony van Dam, ik ga eens even in de camera kijken hoe mooi Tony eruit ziet. Wat een stuk, hè? Hoe oud bent u? Mag ik vragen? Waar je dat echt weet, ja, dat vraag je toch niet? Ja, wel aan een dame. Ik mag het wel vragen. Ik ben 73. En er nog zo uitzien. De hoeveelste carnaval is dit voor u? Och, jeetje. Al heel lang. De 66 jaar zit er al in? Ja, doe maar. Dus sowieso. En iedere dag op pad de komend weekend? Nee, nee. Ik heb... er is een gebeurtenis geweest, dus ik ga niet... Dit jaar ga ik alleen vandaag. Een beetje gereduceerd. Helemaal goed. Ik wens je in ieder geval vandaag heel veel plezier. Dankjewel. Want in afwachting van die optocht, hij komt eraan de 48e. Toch heel spannend weer, hè? Of niet dan. Ik ga het genieten. Het weer is ook heel goed, ja, hè? Ja, zeker weten. Het is dan wel niet zonnig, maar als ik u zie, nou, dat schijnt de zon wel of niet. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, ja, oké. Okay. Ja, en die spanning die stijgt gewoon, hè? Want ze zijn er dus nog niet natuurlijk hier in de Assendoppenstraat. Maar ja, Mieke staat hier achter mij. En Mieke... Je bent toch echt een oud carnavalvierster? Ja, vanaf 1975. Maar vandaag zie ik dus een... je hebt een dekbed aan. Ja. Waarom met dit mooie weer? Lekker warm. Nee, omdat ik niet meer aan carnaval doe. Helemaal niet meer? Nee, helemaal niet meer. Ik ben er klaar mee. Je bent er helemaal klaar mee? Ja, want als je gaat moet je 4 dagen gaan. En niet even een uurtje of 1 dag. Maar je gaat wel even lekker genieten van de optocht. Ja, zeker. En dit weertje erbij? Ja, 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 dat zeker genieten. Dan zag ik net een hele mooie, die gele mevrouw Tony. Helemaal veel. Ja. En ook dan krijg je zo'n zonnig gevoel. Dat en ook waar. Al ben je nu in het zwart. Ik krijg het bij jou ook weer. Ja. En je bent ook een echte Zwolse, of niet? Ja. Zullen we huggen? Hartstikke Zwolse. En heel fijne middag. Ja. Dankjewel, Mieke. Kijk dat toch eens. Wat zie je er ontzettend mooi uit, meid. Dankjewel. Dankjewel. Mooie glittertjes erbij. Oh, heb jij gezegd dat dat moest? Je moet niet alles vertellen en alles verklappen. Het hoeft niet iedereen te weten, hoor. Oh, nou, ik heb met sommige mensen heb ik ook wel wat geheimen. Dat hoeven ze niet allemaal te weten. Nee, hoeft niet. Hè. Maar ben je gisteravond de stad in geweest? Nee. Ook niet? Nee. En vandaag voor het eerst? Ja. En je ziet er fantastisch uit. Ga je veel bier drinken, denk je? Nee, ook niet. Drinken ze überhaupt alcohol? Af en toe een wijntje. Ja. Hey Pieter, jongen. Maak je mooie foto's vandaag? En waar is, even zien, oh, je dochter Floor is er ook. Jullie zijn al bij de Coffee to Go bezig. In spanning, in afwachting. We zijn in afwachting. Weet je de hoeveelste optocht het is? Geen idee. Zit, zal ik het je vertellen? Nou? Nou, schat het dus, zeg het dus. Zeg een getal onder de 50.
De 49ste. Ja. Nou, het is de 48ste. Nou. Maar het is in het thema is dit jaar sleppen en kleppen. Oké. Weet jij wat dat betekent? Nee. Enig idee? Nog een keer? Sleppen en kleppen. Sleppen en kleppen. Floor, ja, hulplijn? Nee. Geen idee. Hey Floor, nu schijnt het een beetje de bedoeling te zijn dat ik heb gehoord dat Pieter een heel geschikte kandidaat is voor Stadsprins. Stadsprins? Nee, je vader. Ja. Ik zou hij dat kunnen, denk je? Hij staat te springen, ja, om dat te doen. Toch? Kijk, je hebt er zo weer een kandidaat bij. Het kan maar zo, hè? Het is gelukt, ja. Pieter, we kunnen in ieder geval mooie foto's weer maken, want dat doe je graag. Ga ik doen, ja, zeker. Ga eens op Facebook plaatsen. Ja, ook. Gaan een hoop collega's mee, dus die wil ik even in beeld hebben. Ja. Ga even naar de... Ja, ik ga even die kant op, ja. In afwachting van, hè? Het sfeertje, dat zit er al aardig in trouwens. Dat voel je gewoon, die spanning en die energie. Die mensen zijn allemaal in afwachting van die 48ste optocht. In Sassendonk natuurlijk, onze eigen Sassendonk. Maar kun je toch soms gek zijn op een stad, hè? Vooral deze dagen, gewoon Sassendonk. En is dat geld dat ook voor iedereen? Ik weet het niet. We gaan eens even kijken. Ho. Ja, die meneer. Ja, kijk. Hallo, mag ik even wat vragen? Ja, ik mag jou wel wat vragen, ik zie het. Als ik zeg sleppen en kleppen, wat betekent dat? Oh jee, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat je de verkeerde persoon daarvoor hebt. Je kijkt wel naar de Sassendonkse optocht. En dat heeft het thema sleppen en kleppen. Oké. Ja? Je weet het niet? Nee, ik moet nog een beetje inleren. Je moet een beetje inleren? Ja. Nou, misschien kom je er nog achter dan. Met een paar biertjes dat het beter gaat dan. Waar kom je trouwens vandaan? Zolle. Oh, en je weet het niet eens? Oh. En hoe lang woon je al in Zolle dan? Al 30 jaar. Goed ingeburgerd hoor. Ja. Jongens, veel plezier hè. Dankjewel. Hey, geweldig. Een kransje is ook eigenlijk carnaval hè. Want kijk, deze dames, deze prachtige dames, die zijn al heel tevreden met gewoon een bloemenkransje. Ja, zeker. Dat klopt. Ja. Wat dacht u? We gaan toch de boel een beetje opvrolijken. We gaan altijd naar de optocht en dan kopen we alle twee zo'n, zo'n slinger. En dat vinden wij ook leuk. Waar komt deze slinger vandaan? Van de winkel bedoel je? Ja, welke winkel? Op die, ik zie zeker, want dat waren een stuk goedkoper hoor, deze slingers. Ja? Zeg maar. Okay. Ja. Oké, okay, nou, maar ze zijn... Maar ze zijn overal uitverkocht, dus ook bij die dure winkel verderop. Oh ja, is dat zo? Ja. Nou, maar daar gaan we altijd heen voor de extra leuke dingen, hè? Oh ja. Ja, tuurlijk. Bent u Zwolse? Nee, ik kom uit Utrecht. En komt u speciaal voor? Nee, wij wonen in Zwolle. Ik woon in Zwolle, ja, zij ook. Maar dit laten we altijd, dit gaan we doen. Ja. Dit houden we erin. Woont u toevallig in de Wipstrik? Nee. Ik woon hier in Assendorp. Bevalt goed hier? Ja, bevalt hartstikke goed. Ja, mijn zusje doet altijd mee aan de optocht, dus die staat op de wagen. Welke groep zit ze? Ze zit als laatste, de laatste wagen. Oh, dat zijn de Sassenbonkers. Ja. Oh, die komen dit jaar heel leuk. Ja, dat is echt waar, de Sassenbonkers. Ik weet dat ze hebben een prachtige praalwagen. Okay, nou, dat is ja, die hebben ze echt heel erg hun best voor moeten doen. Ja. Maar dat is de afsluiting vanmiddag. Maar goed, zover is het natuurlijk nog lang niet, want het begin moet nog komen. Ja. Het spits moet eraf gebeten worden. Maar we gaan het zien zo meteen. Ja, zag ik dat... Kijk eens, er komen de collega's daar, hè, Siebrand. Jij kent hem als een kale kop. En Theo ook. Ja, Herman bedoel ik. Herman is het. Ja, Herman, ja. En ik weet niet. Sassendonk TV heeft iets met kale mannen. Ja, blijkbaar. Oh, kijk, pik die. Gewoon mijn gast, hè. Die heb ik al gehad, die vrouw. Oh, dan klinkt dat lekker trouwens. Die heb ik al gehad, moet je horen wat ik zeg. Nou, wat doe jij nou? Kijk eens, die ook kaal. Oh, de kale klas. Geloven. De kale klas. Siebrand. Ja. Onvoorstelbaar, hè? Mooi, hè? Wat hebben ze trouwens bij Sassendonk TV met alleen maar kale mannen? ik denk dat het een procedure is geweest, bewust om kale mensen uit te nodigen. Ja? Denk ik. Ja. Maar als ik naar jou kijk... Ja, als ik naar jou kijk, als ik naar Gert kijk... Herman, het is toch niet te geloven dit? Het is echt de kale klassenclub. Het kletst wel lekker. Oh man. Over kletsen. Want sleppen en kleppen. Weet jij wat het betekent? De stomme mutsje doen we even weg. Sleppen is lopen. Lopen een beetje slenteren, zeg maar. En kletsen is echt ouwe hoeren. Maar dus sleppen is lopen. Dan zijn we dus de toekomst vooruit. Want er mogen straks geen auto's of voertuigen met fossiele brandstof meer de stad in. Ja. Dus dat betekent, ik zat even naar Herman te kijken, want ik zie nu opeens twee camera's. En dat betekent dus dat sleppen in opkomst moet worden gebracht. Ja, nou, je weet dat ik ben van oude stempel nog. Ik wil graag later, zoals Zwolle. Je bent heel oud, hè? Nou ja. Dat is een stuk ouder dan wat ik ben, hè? Dus dat kun je wel zien, hè? Dit jaar gaan we weer met pensioen. Joh. Maar, ja. Je hoeft er maar
een paar maanden hoeft hij terug. Hoeft nog maar een paar maanden? Ja, een paar maanden, ja. Ben je hoe oud? Ben je 67? Ik ben 66. 66? Ja. Kom man, ik ben 72, dat zou je toch ook niet zeggen? Is toch niet... Nou, dan ben ik toch niet de oudste. Nee. Maar ja, ze kunnen bij Sassendonk TV ook alles gebruiken, dat zie je wel weer, hè? Nee, maar even op je vraag terug te komen. We moeten vernieuwen, zo simpel is het gewoon. Ja. En de stad Zwolle gaat erin mee. Ja. En dat, dus, nou, sommige mensen hebben daar wel moeite mee, onder andere ik. Ja. Je woont al zo lang hier en je ziet er elke keer weer oudere gebouwen wegvallen. En er komt dan weer iets vernieuws in plaats. Ja. Daar kan ik nog niet helemaal in mee. Over maar goed. Oude gebouwen wegvallen, dan heb ik opeens zo'n weemoedig gevoel over de IJsselhallen. Onder andere. Dat vind ik dan weer te zot voor woorden, dat er nog geen alternatief is. De weef is weggeblazen, afgeblazen. Ik denk van, jongens, wat is dit toch voor zot? En we krijgen niks meer van terug, hè? Dat vind ik het ergste nog. Nee, dat is het ergste. Nee? Alhoewel, die nieuwe WSZV-hallen ziet ook mooi uit. Kan ik er wel wat in plaatsvinden? Houd nou eens op de kleppen, man. Je blijft me doorkleppen. We gaan door. Ik moet kappen, kom op. Ja, we gaan door. Hé, succes verder. Dankjewel. Dit is geen video. Nee, dat weet ik ook wel dat Herman is. Ja. Sybrand, wat moest ik ook weer vragen van je? Ja, wat hij überhaupt gaat doen met de camera. Ja. Doe die muts af. Veel beter, ja, dit zit veel beter, Mal. Ja, nou, kom op met je camera. Hey, ja, kom op. Ja, kan niet nog, maar ik heb haast. Hey, Sybrand, wat doe jij ook met die camera? Nou, dat is heel goed dat je het even vraagt. Ik heb soms nog wel eens goede vragen. Ja, dat blijkt. Ja. Jij toch ook? Ik probeer het. Geef eens antwoord, man, in de camera. Het afgelopen week is Ton Norp onverwachts, nou ja, toch wel voor mij onverwachts overleden. Ja. Het was eigenlijk de cafetaria van Zwolle. Zijn vader heb ik al vroeger mee samengewerkt als collectant in het Dominicanenklooster. Dus ik heb al een goede band met Ton opgebouwd door de jaren heen. Maar goed, hij is helaas overleden. En gisteren kreeg ik bericht van de hoogheden van Sassendonk. Om even een half minuutje stil te staan bij zijn oude pand, winkel. Helaas staat hij nou in de stijgers. Eerbetoon aan Ton. Eerbetoon aan Ton. En dat wil ik graag bevestigen met mijn camera. Het is natuurlijk een fantastisch initiatief. Ja. Er wordt ook gecollecteerd, geloof ik. Ja, nou ja, goed. KWF. KWF. Goed, onze grote vriend Hans die is afgelopen jaar weggevallen. Ik krijg er nu alweer kippenvel van. Ja, dat snap ik. Wel duidelijk. En goed, via de dochter Miranda, die wil initiatief nemen om in Enschede te gaan lopen. Voor het goede doel, KWF in dit geval. En ik denk van, wij als team van Sassendonk TV, is misschien wel leuk om ook een bijdrage te leveren. We hebben een box. En ik kan je vertellen, vorige week kreeg ik al de eerste 10 euro binnen uit Assen. En de afgelopen week kreeg ik nog een 10 euro. Vanuit Almelo. Ja, maar die auto hoort hier helemaal niet, zeg maar. Nee, die auto hoort er eigenlijk niet. Maar goed, het is duidelijk, ja. Ja. Dus daar doen we het heel voor. Heel fijne eerbetoon. Ja. Dus we gaan het doen. Dankjewel. Ik hoop dat we heel veel binnenhalen. Mensen, succes. Jij ook. You too. Kan het van maken. Dit is nou, kijk eens. Dit is de nieuwe generatie, ja, Boomster eigenlijk. Dit is mijn achternichtje. Dit is onze Emma. Wat ben je mooi, Emma. Ja. Wat ga je doen vandaag? Lekker optocht kijken? Ja. Want Emma komt namelijk niet uit Zwolle, die komt uit Makkum in Friesland. Jullie hebben al carnaval gevierd daar, toch? Nee. Of niet? Je gaat het speciaal laten doen voor in Zwolle. Ja. Nou, mooie glittertjes. Kijk, dat mag ik allemaal. Mem staat erachter, dat is Anna. Kijk eens, dat is mijn nichtje. En die lelijke man daarachter, die is er verantwoordelijk voor dat zij zo knap is. Dat is toch leuk, hè? Het is toch familie? Het is niet anders. En zijn leuke mensen. Geweldig. Ja. Waar zie je mij, hè? Nou, ik voel de spanning allereerst. Heerlijk. Want daar komen ze aan. Ik zal even inzoomen. Ja, de politie. De politie, de motor. De motoragenten. Want de eerste wagen van de Eileuvers. De stadsprins en jeugdprinses. Die zijn in aantocht. Wat is dat toch gek, hè? Dat je daar zo'n gek gevoel van krijgt. Dat is zo apart. En is er inmiddels geen Zwolle kwartiertje meer. Want als je daar op de klok kijkt, Gert. Het is al echt bijna 3 kwartier later. Maar ja, dat betekent wel dat we gaan genieten de komende uurtjes. Onder prachtige weersomstandigheden. Het kan eigenlijk niet beter. En ja, je voelt het borrelen overal. En je ziet het ook gewoon om je heen. En ik ga eventjes kijken hoe het hier gaat met deze mensen. Ze zien er zo mooi uit.
Hallo, hallo. Oh joh, Sassendonk. Jazeker. Mooi naamplaatje. Ja, waar zal die wegkomen? Wat zeg ik niet. Wat stellen jullie precies voor? Wat stel ik voor? Ja, wie zijn jullie? Wat doen jullie? Wij zijn een beetje aqua, iets met de zee. Ja? Ja, dus aquaman en woman. Het ziet er een beetje lekker koud, maar ook een beetje zwols uit. Nee, het is niet koud hoor. Nee, dat is zeker niet want koud. Het is een beetje jasidee, hè? Het is een warm. Beetje fiberfull gevuld, hè? Lekker hoor, ja. Heerlijk stofje. Ja, daar heb ik gewoon verstand van. Gewoon. Nee. Maar luister, de optocht komt eraan. Mm-hmm, zeker. Voor de 48e keer. Sleppen en kleppen. Sleppen dat en is het thema. Ah, oh, dat wist ik niet eens. Wist je het niet eens? Nee, ik heb er niet eens op gelet. En wat voor gevoel heb jij nou? Oh, het is toch heerlijk. Dat is wel een lekkere sfeer hier, hè? Zijn we met z'n allen ook echt toe aan een sfeertje? Ja, zeker. Na al die coronajaren hebben we nu zoiets van, we gaan er weer voor. Ja, je voelt die positieve vibe ook echt, hè? Goed weer erbij. Het is fantastisch. Lekkere sfeer, veel mensen. En met zulke mensen als jullie kan het alleen maar leuker worden. Dat denk ik ook. Dankjewel. Nee. Geweldig. Ja, jury. Nou, is dat pittig? Heb je al punten gegeven? Wij hebben alles eens kritisch bekeken. We moeten zeggen, de meeste mensen houden zich keurig aan, aan de reglementen. Zo hier en daar een kleine bijsturing moeten doen, maar kom helemaal goed. Wordt er goed geslept en geklept? Geslept en geklept? Ja, door iedereen bijna. Mooi zo. Ja, een paar moet iets aanmoedigen, maar kom helemaal goed. Voor de mensen die jou toevallig niet kennen, hè? Hoe is je naam ook alweer? Gert Timmerman, ja, je weet toch wel, hè? Je weet wel. Natuurlijk wel. Van Willeke, hè? Ja, natuurlijk, Willeke van Oelewappers. Ja, wie kent ze nou niet? Gert, bedankt, jongen. En kijk, daar komen ze aan. We gaan eventjes plaats maken, want ik wil niet ondergereden worden. En de agent, ik ga even hierbij staan. Mag ik even tussendoor, jongens? Ja, hey Ben. Hey Jochie. Ja. Zin in? Ik heb er heel veel zin in, want het begint nu net, hè? Ja, het mooie, hè? De eerste wagen komt aan, ja, met Prins Michael. Oh, geweldig. Hey, werk ze nog even, hè? Ik doe mijn best. Ik ben er voorlopig even niet. Nee, dat was ik al bang voor. Dan heb je dat ook maar door. Ik ben even lekker vrij. Kijk eens. Hoho. Ik ben benieuwd hoeveel confetti we over ons heen gaan krijgen vandaag, want dat zou wel niks zijn. Prins Michael. Zeg Gert, hoe heet eigenlijk die adjudante, of adjudantus? Als slom je dood, ik weet niet. Nou, komen we wel achter. Kijk eens. Ik denk dinges en dinges. Dinges en dinges. Nou, ik kom er wel achter. Oh, God. Hoi. Ha, mijn. De Prins Michael. Hoe heet de adjudantes? Weet je dat? Ja. Hoe heten ze? Stieg en Smink. Stieg en Smink. Weet je, dat zei je toch al net. Ja, klopt helemaal. Hé, hey, wat is het thema vandaag van de wagen? Van de wagen is gewoon feest. Gewoon feest. Ja. Zoals carnaval. En de engelbewaarder, hè? Ja, daar kan niet missen. Nee, daar kunnen we niet zonder vandaag. De engelbewaarder. Fantastisch, mooie wagen. Veilig, hè? Ja. De beschermheilige van ons. Zwolle. Aartsengel Michael. En vanmorgen heeft hij al een draak verslagen. Jo. Ja. Op het station? Nee, bij de brug. Oké. Okay. En hoeveel man staan er op de wagen waarschijnlijk? Hoeveel? Totaal geen idee. We gaan het zien. Dankjewel. Kijk maar. Hoi! Oh, dankjewel! Kijk eens. Ja, Aartsengel Michael, onze stadsprins. Prachtige wagen, hij blijft mooi met de draaiende peperbus erop. En we moeten natuurlijk wel even zwaaien. En prinses Vlinder is natuurlijk ook met adjudanten Vis en Bal. Ja, kijk eens. Ach, ik heb nog nooit zo... Kijk, daar gaan we alweer, heerlijk. Dat is het sfeertje van Sassendonk. Prins Michael de Eerste, dit jaar gaat alles anders. Nou, dat is duidelijk, want het sneeuwt hier inmiddels. Oh, ik heb er al één, dankjewel. Nog een engeltje. Jeetje, hartstikke leuk. Blijf toch de trouwe Eileubenwagen. Nou, sponsoren natuurlijk op de achterkant. Heel erg belangrijk. En dan komen de eipiepertjes aan. Met ook de Happy Duty Tracker, hè? Zo'n wagen fossiele brandstof. Hoe gaan we dit volgend jaar doen? Nou, we gaan het meemaken. Ja. Hallo. Hoi, wie ben jij? Ik ben Suzanne. Suzanne, wat ziet er mooi uit, meid. Dankjewel, dankjewel. Wat is jullie thema dit jaar? Wij zijn Carnaval at the Zoo. At the Zoo. Dat is de dierentuin. Kijk eens. Een loslopend pandetje. Is toch fantastisch, hè? Ja, mooi, hè? Geweldig. Allemaal knuffels. Carnaval at Zoo. De Zoo.
Ik zie heus wel dat het niet echt haar is, hoor. Nou, Nee. Maar het ziet er wel mooi uit. Ik heb een kappertje nodig, hè? Dankjewel, geweldig. Kijk eens. Hoi. Carnaval Zero. Met de regenboog. Dat zal er vast wel een lekker ding tussen zitten, denk ik, voor mij ook. Denk je niet? Nou. Zo, kijk toch eens. Carnaval Zero. Nou, kijk, dit is dat feestje. Geweldig. Waar is het feestje? Wat voor feestje vieren jullie? Wij vieren vanavond Carnaval Zero voor de jeugd tot 18. Ja. Alcoholvrij feestje in de Hedon. In Hedon, daar is deze wagen van. Ja, nou. En dit is de jeugd van de IJleuvers. Ik dacht een beetje aan het regenboogeffect, maar ik denk, is dat van het COC of zo? Iedereen is welkom, hè? Ja hoor, zeker. Inclusief. Dankjewel, veel plezier. Ja. Ja, Willem, Anton en Jacob. Dat is... We stappen even terug in de tijd. Geweldig, ja, fantastisch. Wat een vrolijkheid. Mooi meezingen, hè? Ja, dat wel. Oké. Tekst, hè? Dus, ja, helemaal goed. Even zwaaien. Willem, Anton, Jacob. Het Carnaval Smart Lappen Festival. Prachtig. Altijd. Is dat echt de baby? Kun je echt zingen? Nee, ik kan niet echt zingen. Dan ga je lekker playbacken. Ja, doe ik. Helemaal mooi, dankjewel. Ja. Ik heb geen geld bij me. Normaal heb ik altijd wel wat bij me. Ik weet, ik doe er een engeltje in. Die zijn 4,95 bij mij in de winkel. Ik heb er toch twee. Kan ik toch doen? Ja, doe ik gewoon. Ja. Hey, Berry van Duren. Hey jongens, kijk eens. Alsjeblieft. Hey. Oh. Hier word ik al zo warm van. Ja, wie zijn dit eigenlijk? Even kijken. Oh nee, ik zit te ver. Oh, dit is gewoon een stadsband. Een muzikale ondersteuning. Met diversiteit aan kleding. Ziet er hartstikke leuk uit. Belangrijk onderdeel van de optocht natuurlijk. Hè? Fantastisch. Kijk eens, mooie jasjes aan allemaal. Doe normaal joh, stop carnaval. Wat is dit nou, wegblokkade. Muziek te luid, dieren. Oh, dit is heel woke. Dit is heel woke. Sorry. Er mag niks meer. Nee, er mag niks meer, maar de carnaval gaan wij redden. Ja, wat gaan jullie doen daartegen? Ja, de blokkade opheffen natuurlijk met onze waterkanon. Dat doen jullie heel goed. Dankjewel. Veel plezier. Dankjewel. De samba. Nou is het gekke, het gaat snel, maar we hadden volgens mij al Sebastian Halwerk moeten hebben. Maar waar is die? Waarom staat hij erop bij de 17e? Ik denk dat hij bij de tonnenzotters op de wagen staat. Oh, dus het is een foutje waarschijnlijk van de organisatie. Kan niet anders. Oké. Westwijs, even zien. Ja, ieder jaar zitten ze eigenlijk ook weer bij. Dat is basisschool Westwijs. Nou, en dit jaar hebben ze de Sassendonkse Samba. Volgens mij is dat swingen. Ja, dat gaan we doen. Kom op. Even kijken. Ja. Nou, leuk. Kijk eens, lekker kleurrijk. Samba balletjes. Hey, jongens. Geweldig. Kijk eens. Samba. Helemaal mooi. Vrolijk, in de vrolijkheid. Zo. Wat ben je aan het uitdelen? Ik het welke. Oh, mag ik een stukje? Ja, tuurlijk, altijd. Hey, is warm, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, het is toch wat is bijzonder hè, dat ik hem zo lekker heet heb gehouden. Dat kan toch bijna niet? Nee, dat kan ook bijna niet. Met dank aan het Smikkelhoekje. Ach. Echt super, super lief. Typisch Assendorp, hè? Ja, het is echt Assendorp. Helemaal. Ja, heerlijk. Nou, dank u wel. Ja, graag gedaan. Heel blij mee. Ja, dat dacht ik. Ik zie al, die man heeft honger. Wat zijn jullie? Ik zie het gewoon. Heerlijk en kleurrijk. Ja, altijd trakteren op iets lekkers. Oh, Jantine. Ach, schat. Oh, schatje. Wat leuk om je weer te zien. Ja, je ziet er ook weer heel mooi uit. Even samba, hè? Ja. Maar ik mag niet met een volle mond dansen. Oh, dat maakt niet uit. Dan hou je mond maar dicht. Dat is heel lastig voor mij vandaag. Hé, hey, dankjewel. En veel plezier, hè? Met samba. Doei. Dankjewel. Oh. Ik mag niet met volle mond praten natuurlijk, maar ik laat me een frikandel. Nee, jammer, het is speciaal, dus maar laat ik me niet afnemen. Oh,
Hey kerel. Nou mag je volgend jaar de stad niet meer in, hè? Hoezo niet? Of is het elektrisch deze? Ja, maar wie houdt me tegen dan? Dat is goed. Hij mag de stad wel in. Dat willen ze straks. Oplossing. Nee. Oh, lekker. Ik vind het wel lekker. Kijk nou wat ik vind. Oh, shit. Wat helemaal warm ook nog. Wat zat er bij jou dan? Lekker, hè? Heel plezier, hè? Ja hoor, dankjewel. Nou, wacht eventjes. Douanes. Douanes. Oh, douanes. Zwol. Oh, ja, nee. Zwol. Ik zag wat staan. Ik denk, nee, goed. Doe understand. Slep me kleppen. Dankjewel. Prachtig. Nou, ik ben dus betrapt, hè? Heb jij fiets? Waar is mijn hond? Ja, nee, ik ben net gepakt. Nee, ik ben net... Of wil jij me ook even fouilleren dan? Nou, ik ga helemaal zo staan. Kom maar. Lekker. Ik heb nog niet gedaan. Of heb je een stootwapen bij? Een, hoe heet je ding? Dit moet af kunnen. Hoe dan? Nou, dat werkt voor geen meter. Jij wel. Oh, kom maar. Nou, lekker hoor. Lekker, dankjewel. Kijk eens. Nou, Henk Gerritsen. Nou, het is toch niet te geloven. Dan stop je als fietsenmaker. En dan loop je er zo bij, Henk. Hoe is het, jongen? Ja, helemaal hartstikke goed. En natuurlijk weer super gezellig in Azendubbestraat. En hoe bevalt het? Ja, heel goed. Heel fijn. Okay. Heel fijn. Heel fijn. Heel fijn. Lekker met pensioen en lekker carnaval vieren. Met jullie. Geweldig, jongen. Lekker door. En wat stellen jullie voor nu? Wij hebben een rolwijd als schilder. En wij doen dingwaardig niks meer met de rollen bijna. Wij doen nu alles bijna met de spuiten. Oké. Okay. Dus, ja. Oh ja, ik snap hem. Ja, ik snap hem. Helemaal duidelijk. Ga maar lekker met je slang. Ga maar lekker met je slang spelen. Ja, nee, maar dat ga ik goed doen. Oké, okay. Oh, kijk eens. 20. Dat is het volgende nummer. De deurzakkers. Sorry. Nou. De deurzakkers, daar komen ze aan hoor. Kijk dat toch eens. Is dat prachtig? Kijk eens. Hé hey, jongens, hé. Nee. Ja, ik wil het gebeuren. Hé, kijk dat toch. Ja, met Harm Wolters op de wagen. Wat altijd feest, altijd goed feest, heerlijk. Ja, gooi mij er maar onder. Kijk. En heb je vrouw Gerrits ook nog natuurlijk? Nee, hij zit hem echt onder te kladderen. Ja, een klein beetje, maar hij valt best een beetje blauw. Maak hem maar mooier. Ja, oh, maar die kan ook nog. Anders klopt het. Is dit ook, het is wel een kleur, Gert, hè? Ja, nou dankjewel, Gerrie. Geen dank. Gert, Gert. Slep hem en klep hem, hè? Nee, dat is mijn... Nee, dat mag niet aankomen. Hey, fijne carnaval nog, hè? Dankjewel. Dog, kijk nou toch eens, oh jee. Ja, prima. Wat, samen. Jezus. Oh, dit is echt geweldig. Wat leuk, hè? Klootzakken. Oh, is dat niet leuk meer? Ik doe dit, het is toch niet leuk? Waar heb je me voor ingehuurd, man? Ziet er toch niet uit? Nou, ik zie zelf niks. Oh. Even kijken, er loopt een vuurtje, zie ik hier staan. Ik heb hier een kaartje. Het ziet er heel feestelijk uit allemaal. Hoi, loopt het vuurtje. Jij loopt heel mooi mee, hè? Ja. Vind je het leuk om mee te doen? Ja. Hoe heet jij? Jade. Mooie naam. En jullie zijn allemaal vuurtjes. Ja. Jullie hebben het niet koud dus. Nee. Nou. Een? Marshmallow. Een marshmallow. Oh, jullie gaan hem roosteren. Geweldig. Fantastisch. Kijk toch eens. Hoi. Hoi. Valt nog een beetje? Jazeker. Ja, helemaal leuk. Ja, dat is dan... loop het vuurtje. Ja. Jullie zijn wacht even. 21. Oh, de Geert Grote School. Ja. Oh, ik denk al... Ja, Geert Grote School. Ja, nee. Geert Grote School. Geert Grote School. Ja. Geert Grote School. Ja. Ik heb allemaal nog... Ik heb al een stuk frikandel in mijn kiezen, man. Gadverdamme. En ik zit er volgens mij helemaal onder. Ja. Klopt dat? Ja. Ik sta gewoon voor jou lul hier. Ja. Hey, wat bedankt hoor. Jongen, jongen. Pot en co. Nou ja. Dit is toch. Ja. Een bak. Pot en co. Komt er nu aan. Het is. Oh, kijk. Daar ga ik eventjes. Pot en co. Ja, is het fantastisch dit. Ja. Dit is toch geweldig. Helemaal leuk man. Super gaaf. Wie slaat nergens op? Wie slaat nergens op? Kijk dat toch eens. Dat doe je goed, man. Nergens op slaan. Dat dacht ik, hè? Dat is mooi, hè? Nou, wie slaat nergens op? Gaat goed, man. Ja, heel goed. Ja, mooi.
Ik denk fantastisch, een goed idee. Hé hey, jongen. Ik hoor je niet, ik hoor je niet. Goedendag. Het is prachtig. Wie slaat nergens op? Wie slaat nergens op? Dag jongen. Logistiek manager, WSNO. Kijk, dat is hij weer, hè. Zo prachtig. Ja. Dat is dan, wat was dat ook alweer? De pottencode 23. Dit is de monsieur, de vis. Oh, de visbabes. Gert, ik heb het moois voor je. Komt er nu aan. Allemaal mooie vrouwen. Moet je opletten, jongen. Kijk eens. Dat zijn de visbabes. En die ene wil lekker bekken. Nou, ik ben heel benieuwd. Zo. Wil je lekker bekken? Oh. Wacht even. Wil je lekker bekken? Hebben jullie ook mannen erbij? Nee, maar dat zit. Oh shit, shit. Wat een viswijven. Ja. Nou oké, okay. Nee, oké, okay. Prima. Nou ja, het maakt niet uit met jullie. Jullie zien er wel heel goed uit met z'n allen. De visbeek. Even trekken. En dan gaat hij in je mond. Gaat hij in je mond. Even trekken en dan gaat hij in je mond. Ja, die ken je toch wel? Jawel, tuurlijk ken ik die wel. Ja. Al jaren. Ik wil net zeggen, maar dit en, is daar jij hebt ervaring inmiddels ook? Wat zei je? Even trekken en dan lekker in de mond. Tuurlijk. Waar komt dit op? Mijn ouders mogen het. Ik zie dit nee, straks ook zie je ouders niet okay. Helemaal. Ik kijk geen hond in dit programma, joh. Oh, oké, okay, dat is helemaal goed. Welk programma nou, veel plezier, hoor. Dit is Sassendonk TV. Leuk, vind ik leuk. En we gaan niet bekken, maar geef je wel een kusje. Dankjewel, hè. Goed. Jullie een leuke sticker van ons? Ja, doe maar een stickertje. Van een, een viswijf krijg ik niet zo vaak een sticker. Hier, waar wil je hem hebben? Plak hem ergens op. Doe hier, maar. Zo. Ja. Leuk. We hebben concurrentie. Wie is dat dan? Nou. Ja, kijk, dat komt omdat het vrouwen zijn, hè. Kijk, kom, ze hebben nu een echte kamer nodig. Ja. Door wie willen jullie geïnterviewd worden? Door hun of door ons? Sorry, wat zegt u? Nou, door wie willen jullie geïnterviewd worden? Door hun of door ons? Oh, allebei, mag. Ja, ja we zijn... Je kunt goed auto rijden, hè? Ja, gaat goed. Gaat heel goed. Heb jij een rijbewijs al? Oh, 4 jaar bijna. En vermaak je lekker? Oh, heerlijk. Niet, hè? Mooi weer erbij. En lekkere viswijven. Dankjewel. Zie je. De visbabes. Kijk. Moet je niet op gaan staan? Heb je geen zin in? Ja, kom dan. Ja. Kijk dan toch eens. Ach, RTV Oost. Hallo dan. Goeiedag. Hey jongen. Hi. Hoe is het hier? Ja, heel goed. Ja. Ja, met jou ook. Heb je leuke mensen gesproken al? Ja, alleen maar leuke. Zwollenaar zijn alleen maar leuke mensen. Alleen maar. En ik heb gehoord, moet ik niet zeggen Zwollenaar, maar Zwollenaar. Sassendonk. Zwollenaar. Ja, Zwollenaar. Maar het is sleppen en kleppen is het thema. Weet jij precies wat dat betekent? Geppen en kleppen. Sleppen en kleppen. Sleppen is van café naar café. En kleppen is van vrouw naar vrouw. Of van man naar man. Of van vrouw naar man. Oh, nou snap ik het. Ja. Dankjewel. Dus je kunt maar mooi gaan kleppen en kleppen. Het is weer genieten dit. Sleppen en kleppen. Sleppen en kleppen. We gaan even lekker verder sleppen en kleppen. Jij ook, hè? Dankjewel. Hoi. Ja, kijk daar. Daar is hij weer, hoor. Ja. Hey jongen. Wat heeft er lekkers gemaakt? Lekker koekje voor mij, de koffie misschien. Ik neem er een van je. I love you. Dank. Oh, zie je dat? Zo, ja, lekker man. Doeg. Ja, kijk dat toch eens. Heerlijk. Hoi. Even zonder flauwekul, hè. Ik ben even de nummers kwijt. Wie zijn jullie precies? De Knienebeltes. Oh, Westenholte. Ja, zeker. Ja, van Prinses Apfel. Ja, ja, zeker. Okay. Ja, duidelijk. Ik ben het even kwijt, want het gaat zo hard allemaal. Want zo langzaam ze op gang kwamen, zo hard gaat het nu weer eigenlijk. Hè? Dat is heel apart eigenlijk. Maar goed. Ja, ik ben nog met koekje. Ik neem trouwens geen koekje nu hoor. Ik heb de frikandel nog steeds achter de kiezen. Achter de kiezen. Oké. Okay. Kijk eens. Nou, ja, sponsoren hebben we ook nodig natuurlijk. Zoekhuis. Iemand daar. Hé, hey, ja! Wat is deze? Wacht even. Doe maar aan, ja. Even naar beneden, ja. Hé, hey, hallo! Kun je het merken, de verkoop van elektrische auto's? Nou, dat valt een beetje tegen eigenlijk. Nog wel, hè? Ja, nog wel. Ja, wat we zien, dat er steeds meer auto's...
elektrisch. Ja. De spanning is eraf. Ja, 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 we verkopen wel meer automaten dan schakelauto's. Dat wel. Dat wel, ja. Maar kijk, zoals volgend jaar mogen dus auto's met fossiele brandstof natuurlijk en voertuigen niet meer de stad in, de binnenstad in. Nee. Dan zou je toch zeggen, dan moet het toch een run zijn op elektrische wagens. Ja, nee, daar valt er wel een beetje tegen. Dat, ja. We weten inmiddels ook wel een beetje waarom natuurlijk. Maar ondertussen vieren we natuurlijk op ouderwetse manier nog eventjes de 48e Sassendonkse carnavalsoptocht. Dat is het belangrijkste vandaag. Ja. Ik zou zeggen, prettige middag. Alsjeblieft. Okay. Veel plezier, hè. Dankjewel. Hoi. Zo, dat wordt stofzuigen vanavond. Dat weet ik wel zeker. Echt wel. Ja. Kijk eens, Hyundai Zwolle Roskom. Roskoms. Kijk dat toch eens. Ziggo. Hi, jongen. Ja, Ziggo moet er ook bij, hè? Ja, zeker. Ziggo moet er altijd bij. Er zijn wel veel klachten over Ziggo de laatste tijd, hè? Nou, dat valt nog reuze mee. Je toevallig bij de klantenservice of niet? Nou, ik doe service aan huis. Ja, ik heb laatst 3 kwartier in de wacht gestaan. 3 kwartier in de wacht? Ik ben de verbinding verbroken. Nou, dat meen je niet. Klote, man. Ja? Maar goed, daar speel je niet voor. Nee, je gaat lekker, maar we hebben ook een andere telefoonnummer waar je geen wachttijd hebt. Maar ja, ik zit trouwens niet eens bij Ziggo. Ik zeg maar wat, joh. Oh, echt? Ja, het is carnaval, hè? Meneer, veel plezier, hè? Geniet ervan, kerel. Dank. Doeg. Ja, dat komt fietsje, fietsje. Ja, kijk nou toch, fietsje. Allemaal, ja. Voetsje, nee, voetsje. Ze heette vandaag voetsje, hè? Voetsje. Bevalt een beetje lekker zitten? Ja, het is geweldig. Zwaai je ook een beetje naar de mensen? Natuurlijk, natuurlijk. Ja, we genieten. We genieten. En Nieke, die rijdt ons heel veilig overal naartoe. Dus, waarom heet het nu Foodshow? Geen idee. Dat, ja, misschien dat hij dat kan beantwoorden, dat weet ik niet. Waarom heet het nu Foodshow? Dat heeft te maken met het Azië. Daar heet het een fietsshow. En dat hebben we een beetje overgenomen. Nou, ze leren we ook weer wat vandaag. Ja, ik lieg alles bij elkaar, maar dat maakt niet uit. Je moet ik alles bij elkaar zwetsen met zo'n dag als vandaag. Ja. Het mag een paar dagen, vind je niet? Ja. Ja. Nou, geniet er lekker van. Ja, doe ik. Dankjewel, hè. Ja, hoi. Het is toch leuk, hè, dit. Is toch, kijk nou eens wat achter me. Ja, kijk even naar het kindcentrum, de Boxum. Die lopen dus nu achter mij. En natuurlijk hartstikke leuk. Moet je kijken hoe leuk ze verkleed zijn allemaal. Het is een klaver, de ontgroening. Dus ja, dat heeft daar natuurlijk wel mee te maken. Het ontgroening. Dat is de eerste keer. Het is de eerste keer. Daarom heet het zo. Ja. Goed bedacht. De eerste keer mee. Ja, leuk, hè? Hebben jullie alle kinderen erbij betrokken? Ja, zeker. Je hebt zelf de pakken gemaakt. Fantastisch, geniet ervan. Ja, ik moet wel Gert een beetje in de gaten houden. Ik geef het tussen het groen door, weet je wat? Ik kan ze zo plukken. Het zijn maar klavertjes 4 of niet? Ja, dat klopt. Dat voor een ontgroening is toch fantastisch? Ja, fantastisch, zeker. Hoe kom je op zo'n idee? Nou, wij dachten, we zijn Boxum. Boxum heeft een groen logo, Boxum groen. Wat is dan mooier dan een klavertje? En helemaal voor extra geluk, want we doen voor het eerst mee. Jullie hebben helemaal het goed gedaan. Fantastisch. Ach, stikke leuk. Boxum, de Boxum. Leuk, hè? Wat komt hier nou weer aan? Dat is, dat zijn de oelewappers natuurlijk. Ja, de grote oelewappers, ja. Wat eng. Oh, Gert, kijk uit, hoor. Wat is ijs? Het is ijs en de ijskoud. Kijk eens, de oelewappers komen hier aan. Jongen. Hier wordt... Het is... Oh, krijg ik weer... Oh, lekker. Dag, dames. Wat zien jullie er allemaal prachtig uit. Het heeft vandaag met ijs te maken, hè, of niet? Ijs en ijskoud. Ijs en ijskoud. En dat met temperatuur van 12 graden. Ja, toch hebben we het zo koud. Je zo ziet koud. Er ook heel koud uit, maar toch aan de andere kant ook weer heel warm. Ja, klopt. Jullie zijn wel het opwarmen. Ja, we krijgen het van jou heel warm. Ja, nou, ik heb het bloed heet. Van jou opeens ook. Maar kijk, de aarde is natuurlijk in ontwikkeling. Dat heeft natuurlijk mee te maken. Ja, zeer zeker. Opwarming, zeg maar. Zeer zeker. Ja, klopt helemaal. En maar dit weekend even niet, hè? Nee. Nou doen we dit weekend niet dan. Dan warmen we onszelf even op. Precies. Helemaal. Veel plezier verder. Dankjewel. Jij ook. Kijk, ik ga er gewoon tussendoor. Ik blijf gewoon staan. Dat moet wel even kunnen. Ja, helemaal geweldig. Iedereen doet mee. Kijk eens. De oelewapens, kijk. Hey Remo, jongen. Oh. Nou, koud? Nee, heerlijk. Lekker weer. Het is toch een droomtemperatuur, of niet? Fantastisch. Nou, jongen. Ga nog even lekker stukje lopen, want je moet nog een eindje. Ja, dat weet ik. Ja, dankjewel. Super. Helemaal goed. Heerlijk. Nee, ik heb net al gehad. Je hebt vol met praten, hoor je maar uit. Ik heb wel een ijsje. Ja, ik zit wel een koud ding, een koude. Ja. De blauwvliegers. Nou, hier, heb jij een ijsje? De blauwvliegers. Nou, ja, kijk eens. De blauwvliegers. Daar van de oelewappers. Ja, geweldig, hè? Ja, allemaal. Ja. Altijd veel werk aan besteed. Oh, Gert, heb jij wel kroketten pakken? Kijk eens, even zwaaien. Och ja, wat lekker, hè? Was pingwing rond te lopen. Hè? Heerlijk. Ja, geweldig, maar het mag allemaal. Kijk naar dat.
Ik zag jou vanmorgen nog in het blauw op Facebook. En nu lopen we er weer zo bij. Hoe doe je dat allemaal? Ja, ik ben in één keer beter. Ja, dat gaat zo maar snel tegenwoordig. Maar je blijft een raar mens, hè? Ja, dat weet ik. Dank je. Maar wel leuk. Ja, ik hou ook van jou. Dank je wel, schat. Hé, hey, doei, hè. Hé, hey, Helene, kom. Hey, je moet wel meelopen, hè? Ja, kom. Schiet erop. Ja. Dit zijn de blauwvliegers. Nummer 1. Ja, dit klopt nog steeds mijn lijstje. De blauwvliegers. Hé, hey, jongen. Ziet er mooi uit. Ja, dankjewel. Wat de blauwvliegers. Wat stellen jullie voor, ja? Iets met blauw. Iets met blauw en vleugeltjes. Wat moet ik me hierbij voorstellen? De blauwvliegers. Blauwvliegers, ja. Trots op Zwolle. De peperbus, Pek Zwolle natuurlijk de vlieger. Zwolle moet je nu toch wel echt zeggen. Sassendonk, hè? Sassendonk, ja. Sorry. Ja, toch? Ja, niet vergeten, hè? Vergeet niet meer. Veel plezier. Dit, ja. Een van mijn favorieten is de Van Limburg Stierenband. En die komen hier aan. Is dat niet toevallig? Vind ik machtig mooi. Dus kijken we heel serieus. Katholieke basisschool. De Tolhekkers komen eraan. Die horen bij de Van Limburg Stierumkorpsen. Kijk eens, een en al vrolijkheid hier. Wat stel je precies voor? Wat is het precies? Wij zijn onder water weer, de mooiste visjes. Kijk, die zwemmen in het water. Ja, wat geweldig. En dan zo'n mooie zeemeermin. Ja, we hebben geen zeemeermin. Ja, geniet er lekker van. Dank je wel. Heerlijk, kijk eens. Het zijn zeemeerminnen, voor als jullie het dus nog niet wisten. Of visjes. Oh, jij bent hier een visje. Ja. Ja, je lijkt wel een beetje op een guppie. Ja, hè? Ja, mooi guppie dan, hè? Echt wel. Geniet ervan. Heerlijk. Kijk, prachtig. Grote groep trouwens. Even zwaaien naar de prins. Ja, geweldig. Het is... wat was het? Dit was de alle Uilenhorst. De Gleuvenschoevers. Komt die er nu aan? Nee, toch? Ik weet het niet. God, ik... Maar ze hebben geen nummer, hè, die loopgroepen. Dat zie je bijna niet. Nee. Dat is dan wel weer lastig. Ja, ik herken wel. Welk nummer zijn jullie, jongens? Volgens mij zijn wij nummer 34. 34. Oh, de Gleuvenschoevers? Ja. Ach, man. Ja. Oh, dat had ik toch niet door. Nee, ik luister ook niet altijd naar jou natuurlijk, maar de Gleuvenschoevers. Nou, kijk dat toch. Ja. Jongeman. Dag, kerel. Ja, fantastisch. Jullie ook? De Gleuvenschoevers. Ja. Oftewel, de brievenbusvullers, hè. Het is toch mooi. Wat voor foldertjes? Mag ik er ook heen? Wat deel je uit? Even kijken. Wat deel je uit? Wat staat erop? Ik kan al vieren met de Gleuvenschoevers, opgericht november 1976, toen was ik 14 jaar. Nou, leuk, ja. Hier vieren dus carnaval met de Gleuvenschoevers. Leuk idee. En Sylvia, jou hoor. Nou Sylvia, ben je weer op televisie? Wat vind je ervan? Wat gezellig, hè? Wat ik zag je van de week ook alweer. Ja, het is wat. Ik vind jou wel een prestatrice hoor. Ah, nou dank je, wie weet. Nou, jij gaat het je doorbreken, dat voel ik. Oké, nou top. Geniet lekker van. Ga ik zeker met de Gleuvenschoevers. Dankjewel. Ook een hele grote groep, hè. Het Zwolse Koningshuis. Kijk eens, 34. De Gleuvenschoevers. Ja, mooie wagen, hè? Ja. En kijk eens, de vreugde knalt er vanaf van de Gleuvenschoevers. Ja, het is te prachtig dit. Hoe heet nou die prins, joh? Ik weet niet eens hoe die prins ben heet. Van de Gleuvenschoevers. Prins Martin. Wie? Martin. Oh, prins Martin. Ja, ik was hem even kwijt. Ik ben wel meer kwijt. Nee. Ja, kijk toch eens. Wat gezellig. Oh, dankjewel. Kijk, daar hebben we. Nog een hoogheid. Heel plezier, hè? Ja, nee. Nou ja, dat snappen we wel. Ja, dat het anders ligt. Het is echt wel het Zwolse Koningshuis. Dat was het. Dit is... Groot kapje. Het blijft wel origineel trouwens. Oh, twee mannen die aan het wippen zijn. Dat is leuk. Kijk eens. Wiples. Nou, dit mijn keer leren. Dit mijn keer leren, wiples. Ja, dat zijn al dure lesjes, hè? Oh, ze heeft ook nog een keer. Nou, ja, dat is helemaal niks mis met elektrisch. Ja, dus hoe lang wip je nu al? Nou, nu een half uurtje. Een uurtje al. Maar je zit nog steeds heel goed, hè? Ja, moet nog even. Veel plezier ermee.
wippelen. Ja, kijk eens, ja. Helemaal goed. Nou, kijk toch eens. De kladdergatters. De kladdergatters zijn hem. Met Prins Pils, de eerste. Nou, hé, hey, kijk eens even zwaaien. Prins Pils, de eerste. Yo, daar staat een mooie wagen ook. Een mooie bar. Ik krijg nog een lolly, dankjewel. Ik ga er blikken. Heerlijk, dankjewel. De kladdergatters, ja, altijd vrolijkheid. Kijk dan toch eens, kom maar. Ik wil even met jou een rondje doen. Hoe leuk is dat toch? Hoe bevalt het? Ja, super! Wat een sfeertje, hè? Heerlijk! En vanaf het begin al, hè? Ja, echt! De hele route, hè? En wat een volk, hè? Heerlijk! Ongelooflijk! Dat maakt het extra feest, hè? Nou, kladder gaat de snelbraak gaan. Kom goed! Of slep mijn klep. Kom goed! Kastelhoeven. De kastel, ja hoor. Oh, nee, 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 nee. Ik ga niet in de... gevecht met de kasteelvrouw. De kasteelhoeven, doe ik mee. Goedemiddag. Goedemiddag. De kasteelhoeven, wat voor thema? Het kasteel natuurlijk, hè? Ridders. Ridders? Ja. Hoe spannend is dat? Altijd ja, hier, fantastisch. Jawel. Ziet er mooi uit. Ja, prachtig, heel mooi. Mijne. Oh, wacht even. Meta is er ook, hè? Hè? Meta. Ach. Ja, ik ben Harko, hè? Maar dat zie je nou niet. Ja, nee, dat is... ja. Meta. Ja. Meta, ja, kijk dat. Ach ja, Kastelhoeven. Heerlijk, hè? Heerlijk, hè? Oh, maar grote kerel zo te wijten lopen. Ja, fantastisch. Dat is zeker. Kerdebal, hè? Heerlijk, kerdebal. Hé, hey, Meta. Kijk dat toch eens. Wat ziet er mooi uit, Meta. Dankjewel, lieve. Ach. Dank je. En zijn de kleuren van Sinterklaas een beetje? Ja, hè? Beetje rood, hè? Hey, maar Meta, die, of niet? Meta die helpt ieder jaar ook Sinterklaas in Zwolle, hè? Ja, elk jaar haal ik Sinterklaas in Zwolle. Mijn grote vriend. Ja. En wat is dit nou weer? We zitten er weer in mijn mond. Oh, ja. Oh, dat is de grote baas van de Kasteelhoeven. In bij Peert, hè? Ja, nee, ben ik gewend om op paard. Ja, daarom. Ja, dat dacht ik al. Maar jongen, veel werk gemaakt, zie je ja, wel. Ja, fantastisch, hè? Het is allemaal mooie ridder en jonkvrouwen. Ridders en jonkvrouwen. Ja, het is allemaal fantastisch. Ja, die kinderen die hebben een dag van hun leven hier zo. Hè? De naamsverandering heeft jullie goed gedaan, hè? Ja, zeker. Alleen maar beter zo. Ik zie het aan jou. Je bent gewoon gegroeid. Ja, daarom. Ja, je, een halve meter erbij, hoor. Dankjewel. Veel plezier nog. Geweldig, de Kasteelhoeven. Oh, wat? Heb je nog wat voor mijn pet, hoor? Wat meneer, ik zie in mijn bolletje een prachtige toekomst. Oh. Echt. Ik kan niet wachten. Ja. Dankjewel. Geweldig. Dankjewel, hè. Oh, en wat, ja, de draak ervan. Schitterend toch. En Mark, nou, kijk nou toch eens. Alex en Mark. Even denken, dit is wel een dingetje, jongens. Een trekkerband. Hoe verzin je het? Ja, geweldig hè. Het is, je jubileum moet gevierd worden. Vier keer 11. Vier keer 11. Stadsprint, jeugdprint 1980. Ja, dat is Zwolle 57. Allemaal jubilea. Fantastisch. En wat een sfeertje vandaag ook hè. Dat is zoveel jaar verder. Lekker weer. Heerlijk. Kan niet beter. Nee, en niet kapot te krijgen hè. Tot het gaatje. Tot het gaatje nog wel. Nou, een heel groot gat. Veel plezier mannen. Alex en Mark. De eerste. Kijk, dan gaan we verder. Komen ze hier. Even zien wat nummer was dat. Dit is de... Ik weet niet meer. Dit zijn de pepperbussen. Oh ja, wacht even. De pepperbussen, natuurlijk. Kijk eens. De pepperbussen. Hoe vrolijk is het? Hey, kijk dat toch eens. Wat stelt het vandaag voor? Vertel je mij of vraag je mij nu? En hoe heet Prins Leonisos. Prins Leonisos. Nou, mooie naam trouwens. Geweldig. Hij komt eraan. Ja. Wat een feest. Kleurrijk Sasdonk. Prins Leonidos. Hey, ja, geweldig. Het virus carnaval. Fantastisch. Ja, mooi. 41. Ja. Dat is wel een nummer, gezongen door Reinier Vechter. Ja, dat heb ik niet gehoord. Speciaal ja. Opgenomen. Is dat zo? Nummer van Reinier Vechter. Ja, die doet niet zoveel meer, hè? Ik ben wel een geweldige fan van die man. Ja, het was een goeie. Nee, is nog steeds een goeie. Ja, is nog steeds. Hij doet niet zoveel. De Sassensnabels. Kijk eens, de Sassensnabels. Nou. Oh. Er zit een leuk spul tussen. Oh. Wat doen... Ik denk dat Batsje in de vent aankomt. Wat doen de Sassensnabels? Zaterdagavond? Ja, wat doen jullie vandaag verder? Ja, we gaan de hele avond, het hele weekend,
gaan we door. En jullie zijn de Sassensnavels. Wij zijn de Sassensnavels, ja, klopt. Houdt er precies in. Nou, dat we een hele leuke club met hele enthousiaste mensen zijn. We houden van dansjes, zoals je ziet. Iedereen is hartstikke druk geweest en iedereen houdt me van om er lekker gewoon het hele weekend los te gaan. Het ziet er heerlijk uit. Ja, geniet lekker. Dank je, gaan we doen. Joe. Ah, kut. Lekker, lekker. 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 De padden naar de dubbel gaan, de paden op de laag. Hey, ik word gespot. Gert, ik word gespot. Ja, ze hebben allemaal op mij gericht. Oh, jij. We zoeken deze. Nee, dat, die ken ik niet. Die ken ik niet. Oh, je hebt hem ook nog niet gevonden dan? Nee. We zijn de hele tocht al bezig. Ja, we zijn heel graag naar de padden. Ik heb gisteren wel iemand in de winkel gehad met een kikkerpak. Ah. Dus we moeten wel rondlopen. Nou, dan gaan we. Dat was een hele lekkere vent, was dat? Ja, dat is een lekkere vent. Echt waar. Ja, dan gaan we goed zoeken. Ja, gaan we lekker zoeken. Ja, kijk eens. Nou, heerlijk. Wat is het toch leuk om als grote volwassen kerel of vrouw zo rond te mogen lopen op zo'n dag als vandaag. Ja, dit is nummer 17. Dit is nummer 17. Ja, jij bent te laat. Want jij stond namelijk op nummer 17, Sebastian Halberg. Ja, maar weet je wat het is? Nee. Ze zijn te vroeg vertrokken. Dat is het. Echt, dat gebeurt ze nooit, hè? Nee, dat is echt wat het was. Dus ik denk het zo'n kwartiertje later, maar ja. Maar Sebastian, je bent een beetje de verkeersregelaar. Hoe ligt het? Ja, nou ja, ik moet de jongens een beetje begeleiden. Van de tonnenzotters. Ja. Ja. En wie kan het beter dan jij, hè? Nou, dankjewel voor deze. Want je hebt het bestuurtje ervoor. Iedereen gaat voor jou aan de kant. Zo loop ik hier nou ook, hè? Zo loop ik hier nou ook. En je bent sowieso überhaupt ook van Sassendonk TV de beste, hè? Ik vind van wel. Ben je trouwens ook kaal? Oh nee, ik heb me vergist. In de gulp. Oh, maar dat vinden vrouwen lekker hoor, kaal. Geschoren of niet? Hoef ik niet te weten. Nee. Geniet ervan, kerel. Komt helemaal goed, jou ook. Okay. Dankjewel dat je bij ons mee wil werken. Ja, hartstikke leuk man. Het is fantastisch om te doen. Toch. Heel gezellig. Is er wel een beetje mooi op, toch? Ik vind het tot nu toe best heel gezellig. Ja, leuk. Daar gaat het om, toch? Ja. En we gaan nog even door. Komt helemaal goed. We gaan weer die kant op. Succes, dankjewel, hè. Tonnenzotters. Nummer 45 op de lijst. En Ilona en Bert natuurlijk, prins en prinses. Hallo dan, goedenavond, goedemiddag. Nee, goedemiddag is natuurlijk toch. Van de tonnenzotters. Met de klok rond. De klok gaat helemaal rond hier. Allemaal kaartspel erbij. Hé jongen, wat is het echte thema? Ja, sprookjes. Eigenlijk weet ik dat niet. Je doet maar gewoon mee en je weet niet eens waarvoor. Nee. Helemaal goed, jongen. Het is een sprookje. Hallo, hoi. Kijk, je kent ze ook allemaal. Ja, wat een vrolijkheid hier. Kijk nou toch eens. Gezellig. Ja, mooi. Je hoort het donders gezellig. En dat is het wel vandaag ook, hè. Hallo, jongen. Meneer Dik en geweldig. Natte pen. Dit is de Victory Drumline, is dit. De Victory Drumline. Ja. Ik hoor niks. Het tweede korps zal er niks uitkomen vandaag. Dat is toch wel bijzonder, hè? Heel bijzonder. Kijk eens, de rijdende rechter zonder zitting. Okay. Leuk bedacht. Ja, er zit gewoon geen zitting in. Leuk bedacht. Het ziet eruit alsof u ons binnenkort wat nodig hebt. Wat zegt u? Ja, als ik u nodig heb. Ja. De rijdende rechter. Al uitspraak gedaan vandaag? Nee, we doen dat zonder zitting. Ja. Maar ze zijn wel bindend. Ook wel handig zo'n stoel, hè? Ideaal. Je doet een emmer eronder en je kunt erin kakken. Helemaal goed. Dat gaan we doen. Ja, toch? Ja, kijk nou toch eens. Adjudant en de prins. Goedemiddag, hoogheid. Dat is nummer 48. Het over de aanmakkers. En die... We gaan... Oh ja, dat is de aanmakkers, hè. Dat is niet de aanmakkers, maar de aanmakkers. En de laatste van vanmiddag. Ja, de Sassenbonkers. Geweldige wagen. Heel veel tijd en energie ingestoken. Maar het is... Wat zeg je? Ja, gelukkig nieuwjaar! Het is vandaag Chinese gelukkig nieuwjaar wordt hier afgebeeld. En dit is wel een van de mooiste wagens die erbij rijdt. Het gelukkig nieuwjaar allemaal. Gelukkig nieuwjaar, fantastisch. En kijk eens, Hindi Karabagas, geweldig. De Sassenbonkers sluiten deze optocht af, volgens mij. Jongens, het is er weer afgelopen. We gaan naar de snelbal. Jeetje, als je even bezig bent en dan moet je eens kijken.
wat er hier nog rondloopt in de straat. Hoe gezellig het nog is. Hoe het sfeertje is. En eindigen gewoon met bier en tieten. Nou, wat willen we nou eigenlijk nog meer met de Sassendomse carnavalsoptocht? De 48e was dit. Voor Sassendom TV. Jongens, ik vond het een eer om dit vandaag voor jullie te mogen doen. Het, Herman, Siebrand, bedankt. En graag tot misschien de volgende keer. Als jullie tenminste mijn oude hoe leuk vonden. En anders dan vind ik het wel prima hoor. Dan mag je me ook niet bellen. Maar ja, ik vind het eigenlijk wel jammer dat het klaar is nu. Want ik wil wel graag nog even doorgaan. Nee, doe ik ook niet. Ik moet nog even werken. Het is een mooie tijd. Ik heb een paar drukke uurtjes voor de boeg. Wat mij betreft, alaaf, we komen elkaar vast en zeker tegen deze carnaval. In Sassendonk. Dankjewel.